Afgelopen donderdag hield de FITS een persconferentie op het terrein bij bureau FITS. Er werden verschillende onderwerpen belicht. Een van de onderwerpen waarover gesproken werd, is de erkenning van de collectieve rechten van de inheemse volken en tribale volken. Cicely Frans, directeur van het bureau FITS, gaf tijdens haar toespraak aan dat ze geen herhaling wil van 2 mei 2023. Ze kiest daarvoor voor het pad van dialoog. We gaan in dialoog blijven, maar zeker ook de pad van de OAS en andere instanties zullen wij ook blijven bewandelen, want we zijn al op die pad. Ik wil misschien ook nog een goede uitleg geven aan wat wij bedoelen met goede resultaten. Ook in het vonnis is voorzien dat terwijl de wettelijke regelingen nog moeten plaatsvinden, dat er alvast beschermende maatregelen worden genomen. En wanneer wij daarop aandringen, dan merken we dat er toch geen actie wordt ondernomen. En we hebben het ook onderstreept gisteren. We willen geen herhaling van 2 mei 2023. Dat willen we absoluut niet. En daarom dringen we erop aan dat de regering van haar zijde, dat de verantwoordelijke ministeries van hun zijde, werkelijk doen waarvoor ze daar zijn. Ze zijn er niet alleen voor de mensen in de stad, maar die indruk krijgen wij. Want als we kijken naar wat de dorpen allemaal vragen, is niet veel, is een stukje rechtszekerheid. Een stukje zekerheid dat we nog een toekomst hebben in onze leefgebieden. En dat ontberen wij nog steeds. Als ze ons niet begrijpen hoe we dat uitleggen, dan wil ik dat aan een ieder doen. Een hele grote oproep aan een ieder. We nodigen iedereen uit die tot nu toe geen geloof heeft in de discriminatie die wij ondervinden, dag en nacht. Komt u naar onze gebieden. Komt u naar onze dorpsgemeenschappen. Vanaf het moment dat u in een bus stapt of in de auto stapt of een boot moet pakken of de vliegtuig, dan zult u ervaren wat wij meemaken. Dan zult u ervaren wat onze kinderen meemaken. We hebben bijna geen kans op ontwikkeling. Inheemse volken hebben ook recht op ontwikkeling. Waarom wordt het ons nog onthouden? De tijd is nu aangebroken. Dat er een actie moet, een beweging moet komen. En we kijken naar de brede samenleving. Want het is niet alleen een rechtvaardige strijd voor de inheemse. Het is voor de Surinaamse natie. Als u het vonnis nagaat, zul u zelf lezen. Het is niet alleen gefocust op de inheemse en de tribale. De Surinaamse staat heeft iets goed te maken met dit deel van haar bevolking. En als dat puzzelstukje goed is geregeld, dan zullen we zelf zien hoe mooi dat plaatje zal zijn voor Suriname. Want wat zal dat dan betekenen? De vele onzekerheden die ondernemers nu ondervinden wanneer ze willen investeren. Maar een concreet voorbeeld. Men weigert gewoon om bepaalde deals te gaan of bepaalde projecten te ondersteunen. Omdat ze geen zekerheid hebben wat gaat met hun investering gebeuren. Hoeveel garanties zijn er dat er werkelijk geïnvesteerd zal worden? Of de fondsen die zij willen vrijmaken, dat werkelijk de juiste doeleinden zal bereiken? Die zekerheden zijn er niet. Ik wil vragen dat als we dan verder deze persmeeting gaan voeren, dat we ook heel graag de dorpshoofden zelf aan het woord kunnen stellen. Want uiteindelijk gaat het om deze leiders die verantwoordelijkheden dragen voor hun gemeenschappen. En zij kunnen het beste verwoorden de discriminatie, de uitdagingen waarmee wij te kampen hebben. En we doen een beroep op de hele samenleving. Om gewoon eerlijk te zijn naar uzelf. En ook aan te geven en ook zichtbaar aan te geven. Als we eens zijn met deze onrechtvaardigheid dat nog steeds gecontinueerd wordt.